Precies 4 jaar geleden sloeg Kim de Gelder brutaal toe. Ik zag hem daar staan met zijn mes in zijn handen en ik heb geroepen en getiegd van blijf van mijn kinderen af. Telefax reconstrueert exact en gedetailleerd hoe de Gelder zich maandenlang voorbereidde. Hij kan de overtuiging hebben dat de buitenwereld kwaad is op hem en van daaruit gaan reageren, terwijl het eigenlijk een probleem is dat in zijn eigen hoofd zich afspeelt. In de geest van de Gelder, dinsdag in Telefax.